Goedenavond allemaal. Wat ontzettend fijn dat u in grote getalen bent gekomen. Sommige mensen hoorden het net al bij de deur. We hadden enorm veel animo voor deze lezing. 2.500 mensen wilden hier aanwezig zijn. Dus veel meer mensen hebben het horen gekregen dat het niet kon dan dat ze wel uitgenodigd waren. Dus toch een beetje een exclusieve avond. U ziet wat lege stoelen achterin. Wel jammer dat toch niet iedereen zich had afgemeld die toch niet kon komen. Dan hadden we nog meer mensen blij kunnen maken, maar het is niet anders. We zijn in ieder geval heel blij dat u hier bent. En u bent allemaal deelnemer van Lifelines. En wij in het UMCG vieren dit hele jaar dat we 225 jaar bestaan. En dat vieren we met een aantal activiteiten. Waaronder deze publiekslezing. 30 mei is de laatste. Die gaat over transplantatiegeneeskunde. Dat hebt u wellicht in de aanmelding ook kunnen zien. En op 10 juni sluiten we eigenlijk ons jubileumjaar af met een open dag in het UMCG. De gelegenheid om eens een kijkje te nemen achter de schermen. Of het nou is om de traumaheli van dichtbij te bekijken. Of een operatiekamer. Of een heleboel polies. Een heleboel plekken zijn open. Dus wees vooral ook welkom om daar ook te komen. Voor nu heb ik een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Deze lezing, we hadden het ook al in de mail aangekondigd, wordt opgenomen. Dus hij kan teruggekeken worden. Maar dat betekent ook dat als er aan het einde is een gelegenheid om vragen te stellen, dat die ook opgenomen worden. Dus als u zegt, nou, ik liever niet in beeld, dan houdt u daar rekening mee met het stellen van dan geen vragen. Als u uw telefoons uit of op stil wil zetten, dan vinden we dat heel erg fijn. Om 8 uur gaat de zijingang van het UMCG, dat is de draaideur die naar de Oostersingel gaat, die is gesloten. En dan kunt u het pand aan de voorkant bij de hoofdingang of aan de noordkant kunt u naar buiten gaan. En dat waren eigenlijk al de huishoudelijke mededelingen. Ik ga het woord geven aan Bert-Jan Sauman. Hij is algemeen directeur van Lifelines. Wellicht kent u hem al, maar Bert-Jan, aan jou. Ja, Janneke, dankjewel. Ben ik te verstaan? Ja. Ik wil u heel hartelijk welkom heten namens Lifelines. En dan natuurlijk alle medewerkers van Lifelines, alle onderzoekers. En het gaat natuurlijk wat ver om te zeggen, 225 jaar UMCG had niet zonder u kunnen bestaan. Maar wat wel een feit is, Lifelines had niet zonder u kunnen bestaan. Als u er niet was geweest, had ik hier nu niet gestaan om dit programma aan te kondigen. Wij hebben namelijk, wat wij zeggen, een schat aan data. Wij hebben terabytes en terabytes aan data. Dat is uw data. Wij hebben inmiddels 8 miljoen buisjes met bloed en urine. Dat is niet ons bloed, dat is uw bloed, uw urine. En daar kunnen wij onderzoek mee doen. En daar gaan we vanavond hele mooie dingen ook van horen. Dus het allereerste wat ik wil doen is u danken voor 17 jaar trouwe inzet voor Lifelines. U geeft uw data, u geeft uw lichaamsmaterialen. Daar zijn we buitengewoon zuinig op. Wij doen daar goede dingen mee. We zijn ook heel kritisch wat er wel mee mag, wat er niet mee mag. Dus dankjewel aan u allemaal. En ik hoop dat we op u mogen blijven rekenen, ook in de toekomst. Want we willen nog 15, we willen ook nog 30 jaar door met Lifelines. Sorry? Nou, en het komt ook goed, want ik ga u straks. We hebben een drietal belangrijke ambassadeurs. Hebben we hier voor in de zaal zitten. Die zal ik straks nog even kort aan u voorstellen. We zijn inmiddels 17 jaar bezig. Dus er is een heleboel ook inmiddels te vertellen over wat er ontdekt is in die 17 jaar. Maar ik wil beginnen met een klein filmpje. Want in een interview, dat was voor Omroep Friesland, was er opeens een ambassadeur nog voor Lifelines die het prachtig samenvatte in een notendop. Voor ons ook nog een hele belangrijke ambassadeur ook, met het oog op bijvoorbeeld de vierde onderzoeksronde. Dus ik begin met een klein filmpje. Dit is niet mijn sterkste kant van het verhaal, dus ik hoop dat dit goed gaat. Daar komt ie. Minister Ernst Kuipers, u hebt ook gehoord van Lifelines en het onderzoek dat hier in het noorden natuurlijk al heel lang loopt. Daar hebt u al eerder van aangegeven dat dat van groot belang is, hè? Ja, en ik ben eerder ook al op bezoek geweest bij Lifelines, nu opnieuw.
Het is een prachtig onderzoek, met dank ook voor al die deelnemers. 10% van de hele populatie hier in Noordoost-Nederland. Die deelnemers die bereid zijn om iedere 5 jaar opnieuw een heel onderzoek te ondergaan. Want de gegevens die de onderzoekers daarmee krijgen, maar daarmee ook heel Nederland, want daar is het voor beschikbaar, is van ongekende waarde. Wat we hoorden en waar ik hier gegevens over leer, is dat we bijvoorbeeld nieuwe gegevens krijgen over risicofactoren voor hart- en vaatziekten, risicofactoren voor kanker, maar ook veel meer gegevens over wat zijn nou normaalwaardes van bijvoorbeeld allerlei bloeduitslagen. Iets waar iedereen die op enig moment een bloeduitslag moet hebben in het ziekenhuis baat bij kan hebben. En wat gezien en gezegd werd, is dat met onverwachte zaken zoals een pandemie, je toch ook allerlei gegevens ter beschikking hebt? Ja, wat we op basis van de gegevens hier van Lifelines hebben geleerd ook is hoe vaak het bijvoorbeeld voorkomt dat mensen langdurige klachten hebben na een COVID-infectie. En ook wat voor klachten dat dan zijn. En ook dat is buitengewoon waardevol. En het sterke hier van de Lifelines was, om te beginnen, dat van iedereen ook al gegevens voor corona beschikbaar waren. En dat de mensen bereid waren om telkens weer, ook tijdens corona, opnieuw een vragenlijst in te vullen. Ook, het werd hier al gezegd, op het moment dat er op een gegeven moment meer dan 25 vragenlijsten waren. Vervelend toe. Ja, maar daarom benoem ik ook met nadruk de dank aan mensen dat ze bereid waren om dit te doen. Ik stel me dat zo voor dat je in de keukentafel zit met een kop koffie, weer een vragenlijst invullen. Maar door dat te doen weten we nu zo ongelooflijk veel meer. En op basis daarvan kunnen we ook bij VWS gewoon nieuw beleid maken. U maakte zich nog sterk om een onderscheid te maken, of tenminste om niet iedereen een ziekte aan te praten. Hè? Waarom is dat zo'n belangrijk onderscheid? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te zeggen dat de herkenning, ik weet dat ook uit mijn vroegere periode toen ik zelf arts werkzaam ben. En dan heb ik heel vaak tegen mensen gezegd, iedereen weet van je eigen lijf wel je zwakke plek. En ik heb hier ook voorbeelden genoemd. Hè? Als je lang in de auto zit, rugpijn, of als je erg druk geweest bent of slaaptekort en je krijgt hoofdpijn of wat anders. Maar gelukkig is dat niet bij iedereen allemaal synoniem met ziekte. Want als dat zo zou zijn, dan zou op een gegeven moment iedereen in Nederland patiënt zijn. En dat moeten we echt niet willen. Dus daarom heb ik gezegd, maak echt een onderscheid tussen klachten en daadwerkelijke ziekte. Lifelines heeft toekomst. Lifelines heeft toekomst. Zeker op beleidsniveau. Absoluut. Tot het allerlaatste even laten horen, Lifelines heeft toekomst. En het is voor ons wel heel fijn dat ook de minister van Volksgezondheid dat uitspreekt. Kijk eens dan. Ga ik nog even terug. Want wat natuurlijk wel prachtig is, wat minister Kuipers ook zegt, dat we steeds meer gaan ontdekken. En wij zijn als Lifelines een uniek onderzoek in Nederland en zelfs wereldwijd. Ook dat is weer dankzij u. Niemand in Nederland kan namelijk zeggen, wij weten al 17 jaar, hebben wij al data van mensen om te kijken waarom wordt de een ziek, waarom wordt de ander niet ziek. Niemand kan zeggen van dat verloop kunnen wij u laten zien en ook niemand kan ons ooit meer inhalen. Want als iemand nu begint en over 17 jaar zegt, wij hebben 17 jaar data, dan hebben wij al 34 jaar data. Dus dat is echt uniek, ook wereldwijd. Er is nergens ter wereld een cohort wat zo lang speelt, maar ook nog die generatielijnen heeft. Kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders. Dus u bent onderdeel van iets unieks waar wij ook ontzettend blij mee zijn. Het programma van vanavond, ik denk, het is best ambitieus, dus het tempo moet wat op. Ik loop al uit, dus dat gaat goed. Klein welkom bij deze. En we hebben 3 sprekers vanavond. 3 professoren, maar het zijn ook hele gewone mensen. Richard Oudevos, Gerjan Navis en Rosemarijn Vliegendhart. Die alle 3 vanuit een ander perspectief iets gaan vertellen over wat we met Lifelines doen en kunnen. Gerjan die zal wat vertellen over de uitdagingen waar we eigenlijk ook in de gezondheidszorg tegenaan lopen. Richard die gaat met name ook in over de verhouding tussen de mentale aspecten en veroudering, hoe die op elkaar inwerken. Ik ga niet al te veel verklappen nog. En Rosemarijn met name over vroeg opsporing van hart- en vaatziekten op basis van beeldvorming. Dus ongetwijfeld
zijn er hier ook deelnemers die aan IMA-Live, zoals het onderzoek heet, deelnemen. Dus het zijn eigenlijk 3 invalshoeken. En daarna komt Gean ook nog terug, met name op het onderdeel leefstijl. Dus dan hebben we eigenlijk een mentale component, een fysieke component, leefstijlcomponent. Juist ook die breedte maakt Lifelines weer zo bijzonder. Ik wens u daar ontzettend veel plezier bij vanavond. Aan het eind kom ik nog even terug. Ook om te kijken of er vragen zijn en we die kunnen beantwoorden. Maar voor nu graag veel aandacht en vast een applaus voor Gean Navis. Ja, goedenavond allemaal. Geweldig om voor deze zaal te mogen staan. En geweldig om met u te mogen spreken over Lifelines. Ik moet eerst beginnen met een bekentenis. En dat is eigenlijk dat ik eigenlijk al een jaar met pensioen ben. En toen ze me vroegen van, wil jij niet wat over Lifelines vertellen? Zei ik, heb je daar dan geen mensen voor die er nu mee werken? En toen zei ze, ja, maar het is ook belangrijk om dat verhaal, dat terugkijken in de tijd, hoe het begonnen is, om dat ook te delen met die deelnemers. Want die doen ook de hele tijd al mee. En dat is ook zo. Het is ongelooflijk gaaf om op dit moment terug te kunnen kijken hoe dat begonnen is en dat te zetten naast wat het nu oplevert. Zodat u kunt zien hoe belangrijk die bijdrage is die Lifelines levert aan de samenleving en aan de toekomst van de zorg. En zo wou ik het insteken. En als ik dan terugga naar het begin, en dat is langer geleden dan 2006, want Lifelines heeft een lange voorbereidingsperiode gehad, dus ruim 20 jaar geleden, werden wij met een aantal jonge, knappe koppen bij elkaar geroepen door de toenmalige decaan, Sybrand Poppema. En die zei van, jij weet alles van het hart, jij weet alles van de lever, jij weet alles van de nieren. Wat weten jullie eigenlijk van gezond ouder worden? Nou, toen viel er een stilte. Want daar hadden we natuurlijk nog nooit over nagedacht. Want we waren allemaal verschrikkelijk druk met ons eigen specialisme. En toen zei Poppema, die zei van, gezond ouder worden. Jongens, als we daar niet als de bliksem meer over leren, dan komt dat in de zorg niet goed. Niet morgen al, niet over 5 jaar, maar over 30 jaar wordt het een enorm probleem. Nou, daar zaten we dan. En iedereen die dacht, dat is me veel te moeilijk, die verdween en ging zijn ding weer doen. En de mensen die dachten, dit is echt belangrijk, die hebben hun schouders eronder gezet. En dat heeft geleid tot Lifelines. Gezonder ouder worden. Ik steek het in dat nut van Lifelines voor ons allemaal en voor de samenleving aan de hand van de toekomst van de zorg. Want toen was het eigenlijk heel bijzonder dat je zo lang vooruitkeek. En nu, zoveel jaren later, hoef je maar een krant open te slaan en dan staat er, de zorg wordt onbetaalbaar. Onbetaalbaar, onbemensbaar, want we hebben te maken met vergrijzing, veel oudere mensen, leefstijlaandoeningen, wat hetzelfde is als de ouderdomsaandoeningen, en de zorg wordt veel te duur. Dus daar worden hele bibliotheken aan rapporten over volgeschreven, maar die komen er heel oneerbiedig eigenlijk al op neer, allemaal op neer, heel oneerbiedig, er zijn te veel oudjes en ze zijn te duur. En omdat ik een beginnend oudje ben, denk ik, ja, dat is, dit kunnen we natuurlijk zo niet laten. Als je kijkt naar het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hele solide mensen, hele goede onderzoekers, dan komt het toch allemaal neer op, dan zeggen ze van, wat moeten we eraan doen? Meer preventie en keuzes maken. En vat dat even samen, dat is gewoon minder van hetzelfde. Maar met meer van hetzelfde redden we het dan niet eens. Laat staan met minder van hetzelfde. En als je dat rapport goed bekijkt, en ook andere rapporten hierover, dan hebben ze een aantal enorme blinde vlekken. Het optelsommodel ga ik zo uitleggen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen, komen we ook op terug. En professionele kennis als de enige kennisbasis. Komt allemaal terug. En blinde vlekken betekent dat je dingen over het hoofd ziet. En die dingen die je het over het hoofd ziet, dat is mijn krachtige overtuiging, daar zit een enorme verspilling in. Daar lekt het geld weg. En door die blinde vlekken, door die lekken boven tafel te krijgen, kunnen we heel veel betekenen voor de zorg. De lekken moeten boven tafel.
En daarvoor is juist Lifelines superbelangrijk. En waarom kunnen we nou met Lifelines dat verschil maken? Dat is om te beginnen, even kijken of mijn lampje het doet. Ja, mijn lampje doet het. Dat is om te beginnen dat Lifelines een enorme brede gegevensverzameling heeft. Lifelines gaat niet alleen over het lichaam, maar ook over de geest. Hoort u straks meer over. Het gaat over gezondheid, niet alleen over ziekte. En over gedrag. Met andere woorden, Lifelines is niet voorgesorteerd op de oude bekende. Op de dingen die we al wisten toen we van start gingen. Denk daar even over na. Je doet onderzoek op de langere termijn. Als je jezelf vastpijkert op de dingen die je al weet bij de start, dan is het op die langere termijn misschien wel achterhaald of niks meer waard. Dus je moet juist niet voorsorteren op de oude bekende. Vandaar al die vragenlijsten, vandaar al dat bloed, al die urine, spijker je jezelf niet vast in de hoek. Het is ziekte overstijgend. Het gaat over gezondheid in de meest brede zin. 3 generaties voor toekomstbestendige resultaten. En daarin is Lifelines echt uniek. Lifelines is prachtig gespreid over de 3 noordelijke provincies. Er zijn eigenlijk best veel goede cohorten, ook in Engeland. Maar nergens is het zo mooi gespreid. En dat betekent dat je ook kunt kijken naar de rol van de omgeving. Fysieke omgeving, dat betekent stedelijk of platteland, is er veel groen, zijn er snelwegen. En ook de sociale omgeving. Wonen mensen dicht op elkaar, is wat meer gespreid? Is er samenhang, wordt er vrijwilligerswerk gedaan? En waarom is dat belangrijk? Nou, dat ziet u hier, dit onderste figuurtje. Dat laat zien waarom je gezondheid eigenlijk niet aan dokters over moet laten. 20% van onze gezondheid is beïnvloedbaar met medische zorg. 30% leefstijl, gedrag, kun je zelf het dan doen. Dan komt de 10% op rekening van de omgeving. En 40% op rekening van sociaal-economische factoren. Armoede, opleiding. Dus dat betekent al dat als je preventie puur medisch insteekt, dat je alleen maar een heel klein knopje draait. Dus dat je ook breed moet zijn. En die breedte heeft Lifelines. Goed. Eerst dat optelselmodel. Dat eerste lek wat boven water moet. Met optelselmodel bedoel ik hoe we op dit moment de kennis, de medische kennis, hebben georganiseerd. Dat vindt zijn basis in de medische revolutie van de 19e en de 20e eeuw. Een periode van enorme vooruitgang, enorme ontdekkingen. En dat komt op rekening van de opkomst van de ziekteleer. Men leerde ziekten te herkennen, men leerde oorzaken vinden. En bij die ziekte hoort die oorzaak. En er hoort die behandeling bij. En dat ziet u hier voor dit plaatje. Dat is wat u hier ziet. Misschien herkent u het. Rachitis, Engelse ziekte. Oorzaak, tekort aan vitamine D. De oplossing, vitamine D, levertraan. U ziet het wel, hartstikke vies. Hè? Maar die opkomst van die ziekteleer, de ontdekking van de vitamines, dat was een succesverhaal. En daarop bouwt de huidige geneeskunde nog steeds voort. Als je naar de dokter gaat, wil je weten welke ziekte je hebt, welke oorzaak het heeft en welke therapie. Daarnaast is die vooruitgang voor een belangrijk deel geholpen door de vooruitgang in volksgezondheid. Riolering, schoon drinkwater, goede huizen, geen plaggenhutten, maar echte huizen, scholing, gezondheidsleer, gezondheidsvaardigheden, de volksgezondheidspoot. Op dit moment geven we aan de ziektegerichte geneeskunde, dus die eerste poot, veel meer uit als aan die onderste poot, die eigenlijk minstens zo belangrijk is. En dat komt ook terug. Maar onthoud, wij zijn goed in losse ziektes. Daarom ben ik nierspecialist, zijn anderen hartspecialist, et cetera. Maar nu, dit is een plaatje uit Lifelines. Dit is de ziektelast van de 21ste eeuw. En dat is een beetje ingewikkeld, maar wat u hier ziet, dan hoop ik dat die een beetje, ja, dit is de leeftijdsas, gaat van 18 tot 80 jaar. En die kleurtjes, dit loopt tot 100%, hoe donkerder het kleurtje, hoe meer aangedane orgaansystemen. Geel is 0, dan heb je helemaal niks, geen aandoeningen. En
Donkerrood is 7 aangedane orgaansystemen. Klinkt wat ingewikkeld, maar dat is bijvoorbeeld het hartvaatstelsel. En dan tellen hoge bloeddruk en een hartinfarct als 1. En wat je hier ziet, is dat, om te beginnen, dat die losse kwalen waar wij zo goed in zijn, en die in die 19e eeuw eigenlijk ook best belangrijk waren, dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Want losse kwalen, dat is eigenlijk alleen maar dit balkje. Dan heb je 1 aandoening, 1 orgaansysteem. En als je 66 bent, zoals ik, dan heb je dus recht op gemiddeld 3 aangedane orgaansystemen. Ik kom tot 2, dus misschien mis ik wat. Dus misschien moet ik mij laten onderzoeken in de scan van Rozemarijn. Maar wat je ziet, die losse kwalen, dat is de uitzondering geworden. Dus er is een mismatch tussen waar we goed in zijn en de ziektelast. En dat is zo'n blinde vlek. En dat lek moet echt boven water. En dan krijgen we nu, dan zal ik u laten zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. En voor sommigen van u zal het misschien wel bekend zijn, omdat je er zelf aan leidt. Die ziektes, die komen in clustertjes. Die worden niet als een soort confetti willekeurig over ons uitgespreid, maar die komen in groepjes. Omdat ze gemeenschappelijke oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld overgewicht. Daar kun je verschillende aandoeningen van krijgen. Hoge bloeddruk, suikerziekte, gewrichtsslijtage. Dan ga je minder bewegen, word je weer dikker van. Vicieuze cirkel, werkt op elkaar in. Hoge bloedvetten kun je ervan krijgen. Depressie, ook weer minder bewegen. Weer een vicieuze cirkel en duurt het allemaal heel erg lang. Dan kun je er hart- en vaatziekten van krijgen. Dus een ongeluk komt nooit alleen. Maar nu komt het. We hebben voor al deze dingen behandeling. En als je meerdere dingen tegelijk hebt, dan tellen we dat gewoon bij elkaar op. Voor al die dingen in de behandeling. En dat bedoel ik met optelsommodel. Dat is om te beginnen duur. Zo'n handvol pillen. Het is ingewikkeld. Gaat veel fout. Veel bijwerkingen. Soms strijdige richtlijnen voor de verschillende kwalen. Dus dit leidt tot een hoge belasting voor patiënt en samenleving. En of dit allemaal zo effectief is om er maar weer een pil bij te doen, als je al 5 soorten pillen hebt, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed uitgezocht. En het versnippert heel gemakkelijk. En juist die versnippering leidt weer tot verspilling. Moet je allemaal over communiceren, overdragen, ingewikkelde patiëntendossiers. Dus eigenlijk, als je terug zou gaan naar de tekentafel, zou je misschien wel niet op dat optelsommodel uitkomen. Dan zou je eigenlijk zeggen, zou het niet, als die ziektes toch altijd in groepjes voorkomen, zouden we dan niet veel meer over die groepjes of die clusters moeten weten? En zou je dat eigenlijk niet moeten behandelen met iets wat werkt voor alles? En daarom heb ik hier dit flesje, dat kennen sommigen van u misschien wel. Het is een heel bekend, klassiek Nederlands geneesmiddel. Al 300 jaar op de markt en nog steeds te koop via internet. En laatst had ik iemand in die zaal die zei, dat ken ik, dat is goed spul. Die gebruikte het. Het werkt voor alles. Wie herkent het? Haarlemmerolie, precies. Ja. Maar als u nou even bedenkt, u begint al te lachen. Ja, natuurlijk, haarlemmerolie, dat werkt voor alles. Maar er zullen toch niet zoveel mensen onder u zijn die met een flesje haarlemmerolie naar de huisarts zullen gaan en zeggen, kent u dit, dokter? Dit heb ik van de buurvrouw gekregen. Dit is zo goed spul, het werkt voor alles. Dat doe je niet, want je weet van tevoren al dat je niet helemaal serieus genomen wordt. Want dingen die werken voor alles, zo denken wij niet meer in de geneeskunde. Dus dat laat even zien dat je na 150 jaar optelsommodel ook dingen verliest. Ik heb geen aandelen haarlemmerolie. Maar eigenlijk zou je toch wel heel graag, dit ziende, weer iets van dat denken, kun je nou niet iets bedenken, kun je niet meerdere vliegen in één klap slaan. En wat zo bijzonder is, die haarlemmerolie is er. Want die leefstijl, dat werkt voor alles. Al deze puntjes die je kunt hebben, dat reageert allemaal op gezonde voeding. En 2 keer in de week wandelen in goed gezelschap. Dus het goede nieuws is, wij zitten niet helemaal vast aan het optelsommodel. We hoeven ook niet te wachten op een wonderpil, een nieuw soort haarlemmerolie. Nee, we kunnen werken aan haarlemmerolie-achtige interventies. Dingen die werken op clusters van ziekte. Maar het is wel zo,
eigenlijk weten we er nog veel te weinig van. Ik trek die pijlen nog wel, ik zeg nog wel dat het allemaal werkt. Maar voor wie is het nou het allerbelangrijkst? En moet het voor iedereen hetzelfde of voor iedereen een beetje verschillend? Bij wie, hoe en wanneer die jonge kinderen beginnen? Of juist alleen de hoogrisicogroepen? Nou, heel veel vragen, komen we straks op terug. Maar voor al die vragen is Lifelines heel erg goed. Al deze gegevens en ook de leefstijlgegevens zitten in Lifelines. Als je van mij aan wil nemen dat het gewoon heel belangrijk is om die clusters beter te leren begrijpen en dat optelselmodel toch zoveel mogelijk achter ons te laten, moet je ook beter snappen hoe het in elkaar steekt. Je moet weer grip krijgen op de som der delen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar als je nou zegt, ja, als patiënt zijnde heb je met al die dingen te maken. Eigenlijk wil je niet een optelsom van die losse dingetjes zijn. Je wil een behandelaar en een therapie die jou iets leert over het geheel. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat optelselmodel, dat is een beetje, en dit plaatje is al 5000 jaar oud, niet dit plaatje, maar de gedachte. Dat is een oud Indisch verhaal over de blinde mannen en de olifant. Dit gaat erover, over je conclusies, als je maar een klein stukje van het geheel overziet, of niet ziet, betast. Deze zegt, het is een speer. Deze zegt, het is een vliegend tapijt. Deze zegt, het is een slang. Deze zegt, nee hoor, het is een boom. En deze zegt, het is een touw. Wat je nodig hebt, is iemand die die mannen vertelt dat daar een olifant staat. En dan snappen ze ineens waar ze mee bezig zijn. Hoe krijg je grip op de som der delen? Dat gaat Richard voor u doen over lichaam en geest met zijn bijdrage. Dus ik geef Richard Oude Voshaar nu het woord. Een prachtig verhaal, Gert-Jan. Dus ik ga graag verder. Richard Oude Voshaar, zoals ze zei, ik ben psychiater hier in huis. En ik ga het hebben over de relatie tussen fysieke gezondheid en mentale gezondheid, wat vaak veel meer met elkaar te maken heeft dan we zelf denken. En om meteen met de deur in huis te vallen, wat heel belangrijk is om te beseffen, psychiatrische aandoeningen zijn geassocieerd met een verhoogde kans om te sterven. En als we de resultaten van 148 studies samenvatten, dan komt eruit naar voren dat mensen die een psychiatrische aandoening hebben meer dan een 2 keer zo hoge kans hebben om te sterven dan degenen die dat niet hebben. En ook als we de zelfdoding eruit halen, waar je heel vaak aan denkt bij psychiatrie, dan blijft dat risico nog steeds 2 maal zo hoog. En het wordt misschien nog wel interessanter als je kijkt naar de PAF. Dat getal is 14%. En dat wil eigenlijk zeggen dat als we in staat zouden zijn om alle psychiatrische aandoeningen uit te roeien, dat is natuurlijk de droom van elke psychiater, worden we allemaal werkloos, dan zou dat betekenen dat je dus 14% doden of overlijden zou voorkomen op jaarbasis. En wereldwijd praat je dan over 8 miljoen mensen. Dus het betekent eigenlijk dat psychiatrische aandoening een van de belangrijkste risicofactoren van sterfte is. En het is ook nog eens een keer een behandelbare factor. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe gaan we dood? Nou, hier ziet u het fysiek functioneren van 6500 Amerikaanse ouderen in de jaren voordat zij overlijden. En je ziet op de y-as het fysiek functioneren. En het eerste plaatje is eigenlijk wat we allemaal willen. Je blijft er op hoge leeftijd perfect fysiek functioneren en dan pas, dan val je om. Nou, dat willen we allemaal wel, maar dat is maar 7% van de mensen gegund. Ongeveer 1/4 van de mensen blijft goed fysiek functioneren, krijgt een terminale aandoening en gaat dan naar een kort relatief ziekbed overlijdt. Is ook nog wel te doen, maar wat je eigenlijk ziet, dat zijn die laatste 2 plaatjes. Daarin zie je eigenlijk dat de overgrote meerderheid van de mensen geleidelijk aftakelt. Zo'n 18% krijgt te maken met verlies van functioneren van verschillende orgaansystemen voor het overlijden. En ongeveer de helft betekent eigenlijk dat je langzaam biologisch verouderd. En versnelde biologische veroudering noemen we ook wel frailty. En dat betekent dus eigenlijk dat je in die laatste jaren heel erg jezelf moet aanpassen aan die achteruitgang. En dat het veel qua acceptatie vraagt. Dus dat heeft zeker te maken met het mentaal welbevinden om dat goed op peil te houden.
Nou, wat is frailty nou eigenlijk? Want die term noem ik, maar het wordt gedefinieerd als een afname van de reservecapaciteit van het lichaam, waardoor een relatief kleine stressor het evenwicht tussen organen kan verstoren en tot ernstige gezondheidsschade kan leiden. Nou, eigenlijk als je gewoon naar een mens kijkt, we hebben meerdere organen en elk orgaan heeft bij een gezond iemand ongeveer zo'n 30% van zijn capaciteit nodig om goed te kunnen functioneren. Dus wanneer je ziek wordt, dan heeft die reservecapaciteit, die draagt er eigenlijk aan bij dat we ons lichaam redelijk goed in evenwicht houden. Stel nu dat meerdere organen die reservecapaciteit kwijtraken, dan zou eigenlijk een hele kleine stressor, zoals een griep, een urineweginfectie, maar ook bijvoorbeeld het verlies van een partner, dat evenwicht in het lichaam uit balans brengen. En dat kan tot een cascade aan gezondheidsschade leiden. En eigenlijk is het dat verhoogde risico, dat is eigenlijk frailty. Dus dat is geen ziekte, zie je niet aan de buitenkant. En dat kan bijvoorbeeld verklaren als je twee ogenschijnlijk gezonde 80-jarigen hebt en die krijgen allebei een heupoperatie, een stressor. Dan zie je soms dat de ene na een week weer vrolijk naar zijn bed staat en de tweede die krijgt een wondinfectie, die raakt acuut verward, heeft een problematische revalidatie. En eigenlijk kun je dan achteraf zeggen, die tweede was eigenlijk frail of kwetsbaar. Nou, dan is de vraag natuurlijk, hoe meet je nou eigenlijk dat frailty in maat en getal? Nou, in Lifelines hebben we dat gedaan volgens de theorie van Kenneth Rockwood. En die zegt eigenlijk van, die frailty is eigenlijk een stapeling van hele toevallige gezondheidsschade. En wat je eigenlijk moet doen, is een heel scala aan klachten en functioneren wel meten. En dat kan bijvoorbeeld gewoon zijn vermoeidheid, een hoge bloeddruk, wat mindere nierfunctie, vermoeidheid. En wat je eigenlijk moet doen is zoveel mogelijk potentiële defecten meten. Minimaal 30, maar het liefst nog veel meer. En wat je dan kijkt is eigenlijk als er bij een bepaald van hoeveel potentiële gezondheidsdefecten zijn er bij die persoon binnen het totaal van het aantal potentiële defecten wat je meet. Nou, als bij iemand van alle gemeten defecten 25% is aangedaan, of dat noemen we de frailty index, is 0.25, dan zeggen we iemand is kwetsbaar of biologisch frail. En Kenneth Rockwood heeft heel mooi aangetoond in zijn studies dat die frailty index een hele goede maat is voor de biologische veroudering en eigenlijk veel beter voorspelt wanneer we overlijden naar onze kalenderleeftijd. Nou, ik ga iedere keer achteruit, dat is ook een beetje een rare. Dan is de vraag van hoe hangt nou het mentaal welbevinden? Want dit gaat nog over fysiek welbevinden. Maar hoe gaat het mentaal welbevinden nou met de jaren? Nou, in Nederland hebben we in de Amsterdamse LASA-studie, waarin ze 3000 55-plussers ook ongeveer zo'n 20 jaar hebben gevolgd. En daarvan zijn er inmiddels heel veel overleden. En dat biedt dan de mogelijkheid om te kijken in de jaren daarvoor, wat deed dat nou met het emotioneel welbevinden? En wat je ziet op het linker plaatje, is dat eigenlijk als iemand ouder wordt, dat eigenlijk het positief affect eigenlijk licht stabiel blijft, toch nog een beetje stijgt. Alleen zo'n 5 tot 8 jaar voor de dood, dan treedt de verandering op en dan zie je eigenlijk dat het positieve affect, dat positieve gevoel af gaat nemen. En hetzelfde zie je voor het negatieve effect. Als we ouder worden, krijgen we beter vat op onze negatieve gevoelens. Tot ongeveer zo'n 3 tot 4,5 jaar voor het overlijden, dan zie je ineens dat het toeneemt. En wat ik hier interessanter vond, is dat eigenlijk dit verschil in dit beloop in emotioneel functioneren heel erg overeenkomt met het beloop in frailty. Dus eigenlijk gaat fysieke, lichamelijke aftakeling ook hand in hand met onze mentale gezondheid. En eigenlijk betekent het ook wel van als je kijkt naar depressie en ouderdom, is heel erg de vraag van wat is er nu wat waar we naar kijken? En hoort depressie bij het ouderdom? Nou, dat blijft erin. Nou, we keken, binnen Lifelines hebben we ook gekeken naar die frailty index. Juist omdat het zo'n rijke dataset is, kun je die heel mooi en heel betrouwbaar samenstellen. En dat heeft gemaakt dat we in staat waren om frailty in relatie tot depressie te onderzoeken. Maar ik wil eerst eens met jullie kijken naar de relatie tussen frailty en ziekte. Nou, hier zie je het rode balkje, de verschillende ziekteclusters en hoeveel die voorkomen en hoeveel mensen daarin frail zijn. En je ziet dat psychiatrische aandoening bij 21% van de mensen voorkomt en dat 11% daarvan frail is. En dat is best wel veel. En je ziet bijvoorbeeld dat vaatziekten van de hersenen, zoals een beroerte, komt natuurlijk wat minder voor, maar daar is 27% frail. Dat is veel meer, maar dat zijn meestal mensen op echt hoge leeftijd.
Terwijl de psychiatrische aandoeningen voorkomen bij mensen op middelbare leeftijd. En toch is 11%, dus iets meer dan 1 op de 10, is al frail of biologisch kwetsbaar. Nou, poeh. Wat we ook, ik vraag me af of ik het voor mijn eind van de presentatie eruit heb. Wat we ook weten is, wat Gerjan al heel mooi zei, doordat we ouder worden met z'n allen, stapelen we ook steeds meer ziektes binnen een persoon. Dat noemen we multimorbiditeit. En je kan ook zien dat als je meer ziektes hebt, dan is het echt logisch dat de prevalentie of het voorkomen van frailty toeneemt. En als je meer dan 8 verschillende ziektes hebt, dan zie je eigenlijk in elk geval in lifelines dat eigenlijk iedereen wel kwetsbaar is. Dan kunnen we ons best wat bij voorstellen. Wow. Dan hebben we ook gekeken van wat voorspelt nu eigenlijk veel beter dat overlijden. Is dat nou die aantal ziektes die clusteren, die multimorbiditeit of frailty? En je ziet echt dat beide het overlijden voorspellen. Als je de frailty uitdrukt in een getal van 0 tot 100, dan zie je eigenlijk dat elke punt frailty die iemand heeft, 5% meer kans heeft om eerder te overlijden. En wat we zien als je kijkt naar ziektes, is elke ziekte die je extra hebt, 14% meer kans om te overlijden. Maar stel dat je die twee nu samen in het model doet, omdat die samen ook voorkomen, dan zie je eigenlijk dat het effect van frailty behouden blijft, maar dat het effect van die multimorbiditeit of die ziektes eruit gaat. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk hoeveel ziektes je hebt, maar het gaat er veel meer om hoeveel reservecapaciteit heeft je lichaam nog. Nou. ja, nou weten we dat, zoals ik al zei, psychiatrie de kans op voortijdig overlijden versterkt. Dat is, als je specifiek kijkt naar depressie, is dat inmiddels voor meer dan 300 studies aangetoond. Maar er is echt nooit gekeken of frailty nou een verklaring daarvoor kan zijn. En dat hebben we binnen de Lifeline-studie, hebben we daar eens naar gekeken. Nou, wat wij zagen is dat bij mensen onder de 60 jaar zien we inderdaad dat degenen die een depressie hebben meer dan 2 keer zo'n grote kans hebben om eerder te overlijden. Die HR van 2,1. Toen hebben we geprobeerd dat te verklaren. Als we dan corrigeren voor leefstijl, dus een ongezonde leefstijl, wordt dat risico dan kleiner. Dat betekent dat leefstijl veel verklaart. Maar wat we zien is dat het helemaal niet zo heel, veel afneemt. Dus leefstijl doet wel wat, maar het verklaart niet zo heel erg veel. En in het derde model hebben we frailty en multimorbiditeit toegevoegd. En dan zie je dat het overlijdensrisico van depressie sterk verlaagd wordt. En dat bleek met name door frailty te komen. Dus eigenlijk lijkt frailty een soort weg te zijn waardoor depressieve mensen een verhoogde kans hebben om eerder te overlijden. Binnen de oudere groep, de 60-plussers van Lifelines, vonden we niet dat depressie geassocieerd was met de verhoogde sterfte. En als je corrigeert voor frailty, dan leek zelfs depressie wat beschermend. Dat is eigenlijk raar, maar eigenlijk betekent dat ook dat blijkbaar van hoe ouder we worden, hoe moeilijker depressie en frailty uit elkaar te halen zijn. Dat mogen we niet heel hard zeggen op basis van deze data, maar dat is wel het idee wat die data ons geven. En dan is de vraag eigenlijk van hoeveel komt die depressie nou eigenlijk voor bij ouderen en hoe loopt dat over de leeftijd? We denken heel vaak dat naarmate mensen ouder worden, dat de depressie bij ouderen veel vaker voorkomt. Maar dat is niet waar. En dat kun je in Lifelines data heel mooi zien. Links zie je de grafiek van 140.000 mensen in Lifelines. En dan zie je eigenlijk dat het voorkomen van een depressieve stoornis, dus de psychiatrische ziektedepressie, dat voorkomen toeneemt tot de leeftijd van 50 jaar. En dat het daarna afneemt. En zowel voor vrouwen die rode lijn als voor mannen de blauwe lijn. Als je echter kijkt naar depressieve symptomen, dus de mildere vorm en de niet-psychiatrische variant, dat is het andere plaatje aan de rechterkant, dan zie je eigenlijk dat het veel stabieler is over de leeftijd. Dus dat betekent eigenlijk dat bij ouderen je minder de depressieve stoornis ziet, maar evenveel somberheid dan bij jongeren. Dus die somberheid bij ouderen die lijkt wat een andere betekenis of een andere origine te hebben dan bij jongvolwassenen. En dit leidt ook weer tot de vraag van, kijken we hier nu naar depressie, moeten we daar als ziekte of is het meer een symptoom van de ouderdom? Nou, om dat beter in kaart te brengen, hebben we ook binnen de Nederlandse studie naar depressie van ouderen is gekeken naar frailty, omdat dat allemaal ouderen waren met een ernstige depressieve stoornis. Wat we daarin vonden was dat van de 60-plussers 46% fysiek frail was. En dat is beduidend meer dan in de bevolking, want dan verwacht je in deze leeftijdsgroep 1 op de 10 die frail is. En je ziet ook dat binnen de depressie de frailty toeneemt met de leeftijd. 2/3 van de 80-plussers die depressief is, is fysiek frail.
Maar dat is nog steeds geen 100%. Dus ze hebben wel met elkaar te maken, maar het is zeker niet hetzelfde. Het heeft wel impact op behandeling. Als je kijkt naar het herstel van een depressie, dan zie je dat de mensen die frail en depressief waren, zo'n 40% tot herstel komt van de depressie. En bij de mensen die niet frail zijn, komt ongeveer 60% tot herstel van de depressie. En het is nog wel interessanter als je kijkt naar het beloop van de depressieve symptomen, het rechterplaatje. Dan zie je dat de frail, kwetsbare mensen die een depressie hebben, ook hogere depressiescores hebben. Wat je ook ziet, is dat na 2 jaar behandeling die scores meer dalen dan in de andere groep. Dus die groep kunnen we zeker goed psychiatrisch behandelen. Maar het lastige is dat na die 2 jaar, hier aan het eind, nog steeds die kwetsbare depressieve groep meer depressieve symptomen heeft. En dan is het heel belangrijk voor welke bril zetten we op. Kijken we, zeggen we als psychiater, dat zijn restklachten, dan zeggen we moeten agressiever behandelen. Meer pillen, misschien wel elektroshocktherapie. Maar als we kijken met een geriatrische bril, we denken dit is fysieke kwetsbaarheid of frailty, dan zou je juist zeggen, alsjeblieft niet meer pillen, want dat geeft alleen maar meer kans op complicaties. En dat zou zeggen, zet meer in op lichaamsbeweging, gezonde voeding, een betere leefstijl. Dus het maakt eigenlijk heel erg uit hoe je naar die restsymptomen kijkt. De tragiek is eigenlijk, als een oudere in Nederland de gezondheidszorg opzoekt en noemt dat hij somber is, krijgt ongeveer 80% in het eerste of tweede consult een antidepressivum. En dat is best risicovol als je ziet hoeveel mensen kwetsbaar zijn, want die pillen kunnen best wel wat complicaties geven. En we hebben in een andere studie onder 811 geriatrische patiënten, die heb ik samen met de Braziliaanse groep, hebben die een jaar vervolgd en gewoon eens te kijken naar vallen als een complicatie. En dan zie je eigenlijk dat de mensen die kwetsbaar waren, hadden een verhoogd risico om vaker te vallen in dit jaar daarna. De mensen die een antidepressivum kregen ook. En de mensen die kwetsbaar waren en een antidepressivum kregen, we hadden een exponentieel verhoogd valrisico. En dat is eigenlijk wel heel belangrijk, want we zijn heel makkelijk geneigd dat als een kwetsbare oudere bij de dokter komt en die zit even niet lekker in zijn vel en die voelt zich even niet goed, denken we heel vaak, oh, dit is somberheid, we moeten geen depressie missen, laten we maar een proefbehandeling doen met een antidepressivum. En wanneer we dat niet goed evalueren, blijven mensen dat gebruiken met alle gevolgen van dien. Nou, tot slot hebben we ook gezien van juist omdat die depressie en die frailty naarmate we ouder worden steeds meer in elkaar over laten te gaan, dachten gaan we in Lifelines ook gewoon eens kijken hoe hangt nou depressie en frailty over de tijd met elkaar samen. Dus wat is eigenlijk de kip en het ei en waar begint het? Nou, wat we konden vinden was dat mensen met een depressie, eigenlijk als je die op baseline meet en dat ze nog niet kwetsbaar zijn, een verhoogde kans hebben om na 5 jaar fysiek kwetsbaar te zijn. En dat zie je op dit plaatje, de odds ratio, als die boven de 1 is, betekent eigenlijk een verhoogd risico. Het bijzondere was van Lifelines dat we eigenlijk zagen dat we dat niet alleen voor depressie konden aantonen, maar ook voor angststoornissen. En wat ook bijzonder is, heel vaak gaan we dat verouderingsonderzoek voeren we uit in de oudste leeftijdsgroepen, maar ook op mensen van middelbare leeftijd vonden we dit effect al. Dus ook stemmingstoornissen op jongere leeftijd leidt al tot versnelde veroudering. En dan zie ik dat ik de dia's even door elkaar haal, want depressie en angst voorspelt dus dat ontstaan van frailty, dat is dit plaatje. En hier in dit plaatje hebben we gekeken of in dit plaatje hebben we gekeken of als mensen kwetsbaar zijn, of ze dan meer kans hebben op daarna het ontwikkelen van een depressie of een angststoornis een aantal jaar later. En dat zie je eigenlijk ook, zowel voor mensen van middelbare leeftijd als voor de ouderen. Dus je ziet eigenlijk dat depressie en frailty elkaar wederzijds versterken in een soort vicieuze cirkel. Nou, wat betekent dat voor de gezondheidszorg en wat daarin belangrijk is? Het feit dat die elkaar versterken betekent dat je er eigenlijk meer aandacht voor moet hebben in de gezondheidszorg dan we tot nu toe hebben. Betekent bijvoorbeeld als je een depressieve oudere ziet die ook fysiek kwetsbaar is, moet je veel meer aandacht hebben voor leefstijlverandering. Dat betekent dus veel meer inzet op lichaamsbeweging, op een eiwitrijke voeding, bij voorkeur zo min mogelijk onnodige psychofarmaca. Als je ziet dat iemand kwetsbaar is en die heeft wat somberheidsklachten, betekent het ook start niet te snel met antidepressiva, dus het kan overbehandeling en complicaties en vallen voorkomen.
Stel dat iemand somber is en fysiek kwetsbaar, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je dan niks moet doen of niet hoeft te behandelen. Maar dan zou je veel meer op psychosociale zorg of psychologische behandeling inzetten. En bijvoorbeeld op basis van deze leeftijd of deze lifelines resultaten zijn wij nu ook begonnen met ontwikkelen van een psychotherapie specifiek voor kwetsbare ouderen met emotionele klachten. En wat we ook heel goed beseffen door deze resultaten is dat de preventie van frailty en dus het voorkomen van die versnelde veroudering, dat het in de GGZ juist heel belangrijk is, omdat het bij die mensen eerder start. En juist dat bewustzijn begint in de GGZ nu langzaam meer op deze resultaten door te dringen. En daar wou ik graag mijn verhaal bij laten. Dank voor uw aandacht. Ja, heb ik alweer geluid? Mooi zo. Nee, prachtig, Richard. Je laat heel mooi zien hoe lastig het kan zijn om dingen uit elkaar te trekken, maar ook hoe belangrijk het is om het uit elkaar te trekken. En ook dat je er soms niet helemaal uitkomt. Maar dat het belangrijk is, is hartstikke helder. Dan gaan we even terug naar het grote plaatje. Want jullie hebben nu gezien hoe zo'n cluster in het geval van frailty en depressie uit kan pakken, hoe ingewikkeld dat kan zijn. Maar we leren van dit plaatje ook nog iets anders. Je kunt hier ook nog op een andere manier naar kijken. En dat is, en dat hebben we eigenlijk, speelt dat door de hele avond heen, het gaat niet meer over ziektes. Wat jij zei over frailty, het is geen ziekte. Wat je hier aan ziet, en dat is ook waar Ernst Kuipers het over had, er zijn heel veel mensen, daar is wat mee. Ja, dit zijn uw getallen, dus er is met u van alles, want dat staat op dit plaatje. U hebt allemaal kwalen, net als dat ik ook kwalen heb, maar we zijn hier dan toch maar, op de fiets of lopend. Dat onderscheid, gezond, ziek, dat staat misschien een goed begrip wel in de weg. Zo'n zwart-wit begrip, dat helpt ons misschien niet zoveel verder. En je ziet ook, het begint eigenlijk al heel jong. Wat betekent dat nou voor preventie? Nou, er zijn mensen die zeggen je moet in de wieg beginnen of nog eerder, maar daar wordt het heel ingewikkeld van. Wat betekent voor de opsporing van ziekte? Daar weten we heel weinig van. Maar er zijn mensen die proberen daar tekeningen aan te brengen. Zorgen dat we met de opsporing die mensen kunnen vinden die de hoogste risico's lopen, zodat je daar wat beter kunt kijken en misschien die mensen wat extra aandacht kunt geven. Rosemarijn Vliegendhart gaat nu met u spreken over strategieën van vroege opsporing, om dat allemaal wat meer sophisticated en onderbouwd aan te kunnen vliegen. Rosemarijn. Goedenavond, kunt u mij goed verstaan? Ik vind het bijzonder leuk om u vanavond iets te kunnen vertellen over Imaging and Lifelines of IMALIFE. En daar gaan we het inderdaad hebben over vroege opsporing van ziekte, maar ook opsporing van allerlei tekenen, hele vroege tekenen van ziekte, voordat mensen eigenlijk ziek worden. Nou, we hebben intussen al van Gerjan heel veel gehoord over leefstijlfactoren, over onderliggende oorzaken van waarom mensen ziek worden en niet gezond oud worden. Maar we weten ook dat dat niet alles verklaart. We zijn nog op zoek naar een heleboel factoren en een heleboel oorzaken en clusters, wat we al hoorden, die verklaren waarom de ene persoon wel gezond oud wordt en de ander niet. En om er twee hele frappante voorbeelden aan het uiterste van het spectrum te benoemen, ik denk dat u ze allebei kent. Gerry Kneteman, een heel bekende Nederlandse wielrenner, coach van Nederlandse wielrenners. Bijzonder gezond, sportte heel veel. En Sir Winston Churchill, u ziet hem hier al met een favoriete sigaar, die helemaal niks deed aan sport of wat dan ook. Het was Gerry Kneteman die op jonge leeftijd een hartaanval overleed, terwijl Sir Winston Churchill op 91-jarige leeftijd aan ouderdom overleed. Hoe komt dat nou? En zouden we misschien al, want van buiten kan je dit niet zien, maar zouden we misschien al van buiten toch op een of andere manier vroege tekenen van ziektes, van ontwikkelende ziektes en risico op ziekte kunnen detecteren?
Dat is de achtergrond voor het IMALIFE-project. Want met beeldvorming kunnen we steeds meer hele vroege stadia van ziekte al heel vroeg opsporen. En de vraag die we ons hebben gesteld en die we in Lifelines hebben kunnen onderzoeken, is hoe vaak komen vroege tekenen van verouderingsziekte nu voor bij mannen en vrouwen bij toenemende leeftijd? En daarmee kunnen we bekijken wat is nou eigenlijk normaal bij bijvoorbeeld een man van 80, want dat zal niet hetzelfde zijn als bij een vrouw van 55. En hiervoor hebben we een lage dosis CT-scan van de borstkas van de hart, van hart en longen verricht bij 12.000 Lifelines deelnemers van 45 jaar en ouder die de tweede onderzoeksronde hebben afgerond en een longfunctietest hadden ondergaan. En de focus daarbij in het begin was op het vroeg opsporen van hele vroege tekenen van hart- en vaatziekten, van longkanker en van chronisch obstructief longlijden, oftewel COPD. Waarom? Nou, we weten dat dat in de top 10 van doodsoorzaken staat in de bevolking in Nederland. En vaak vinden we die ziektes pas, en als radioloog kom ik dat dagelijks tegen, dus vinden we ze pas op het moment dat mensen met klachten bij de huisarts komen en dan bijvoorbeeld al blijken uitgezaaid longkanker te hebben. Maar we weten ook, als je het vroeg vindt, kan je ook vroeg behandelen en dan kan je ofwel toename van de ernst voorkomen, of je kan zelfs uiteindelijk mensen genezen. Nou, hoe gaat zo'n CT-scan nou in zijn werking? En een steenworp afstand hier vandaan hebben we alle CT-scans gemaakt. Ik weet niet, misschien heeft een van u ook een IMALIFE deelgenomen en zo'n CT-scan gehad? Nou, ik zie een heel aantal handen. Geweldig. Wat leuk dat u hebt deelgenomen. Nou, voor degenen die daar niet aan konden deelnemen, toch eventjes wat foto's om te laten zien hoe dat in zijn werking gaat. Dit is de entree van de radiologieafdeling. En hier ziet u de wachtruimte en de entree voor de CT-scanner. De deur gaat open en dan ziet u hier de CT-scanner. Dat is een heel geavanceerde scanner die een hele lage stralendosis toelaat. En hier ziet u een persoon die in de scanner ligt en de laborant die de tafel de scanner inschuift. U ziet ook dat een hele ruime gat is eigenlijk waar de persoon inschuift, dus het is niet benauwend. Nou, vervolgens gaat de laborant in de bedieningsruimte en wordt de scan gemaakt in ongeveer 10 seconden. En dit is dan een laborant die de scan maakt. Nou, hoe zien die plaatjes er nou uit waar wij als radiologen dagelijks naar kijken? En om een voorbeeld te geven, dit is één zo'n scanplaatje van de borstkas. En u moet je voorstellen dat u vanaf de voeten naar het hoofdeinde kijkt en dat al deze plaatjes eigenlijk dwars doorsneden zijn door de borstkas. Dus dat betekent, als u voor u stelt dat vanaf de voeten naar het hoofd kijkt, dat de rug eigenlijk aan de onderzijde is, de borstwand aan de voorzijde en dat links en rechts omgedraaid zijn. Dus dat ene, dat zwarte orgaan aan de linkerzijde is de linkerlong. En aan de rechterkant de rechterlong. En het is zo zwart vanwege de lucht die aanwezig is in de longen. Daarnaast ziet u die dense objecten, dat zijn de botten. Dus u ziet hier de wervelkolommen en ribben. En in het midden daar zitten de vaten en het hart, wat zit wat lager dan op dit plaatje. Nou, even kijken of dit werkt. Yes. Nou, dit is eigenlijk zo'n scan. Waar we dan naar kijken. Even kijken of dat terug kan. Ik nog een keertje laten zien. Dit zijn dus allemaal plaatjes van boven naar beneden. Het zijn hele dunne plaatjes van een paar millimeter. En ik heb hier met name gefocust op afbeelding van het hart. Kijk. Nog een keertje. Nu ziet u allemaal van die hele witte spots op die plaatjes. Dat zijn nou precies die verkalkingen die we in de kransslagaders kunnen hebben. U ziet hier dus eigenlijk een afbeelding van het hart. De kransslagaders, dat zijn die hele kleine slagadertjes om het hart, die het hart van bloed voorzien. En u ziet hier een heleboel witte stippen, dat zijn verkalkingen. Nou, dat kunnen we meten. Dat heet een kalkscore. Dan gaan we dus meten hoeveel van die verkalkingen, van die witte spots aanwezig zijn en hoe ernstig die zijn, nou, hoe uitgebreid. En dat betekent dat we bij iedereen in de hele bevolking, in de Lifelines groep ook die we onderzocht hebben, zo'n meting kunnen verkrijgen. En bij sommigen zijn er geen verkalkingen, dan heb je een kalkscore van 0. Maar dat kan helemaal oplopen tot meer dan 2000. Waarom is dat belangrijk?
Nou, we weten dat dit een hele vroeg teken is van onderliggende ziekte van de kransslagaders met een verhoogd risico op hartinfarcten, hoe hoger die score is. En dat staat hierin uitgedrukt. Dus ten opzichte van mensen die geen kalk hebben, dus een kalkscore van 0, hebben mensen met een lage kalkscore overdubbeld risico op hartinfarcten. En dat noemt zelfs toe tot meer dan 10 keer verhoogd risico als je echt een hele hoge kalkscore hebt. Maar we willen ook heel graag weten, van ja, hoe vaak komt het nou eigenlijk in de bevolking dan voor? Want we weten ook dat hoe ouder iemand wordt, hoe meer kalk er in het algemeen aanwezig is. En dat het voor mannen hoger is in het algemeen dan voor vrouwen. Maar tot nu toe zijn die onderzoeken met name verricht in mensen die al een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Dus die bijvoorbeeld diabetes, suikerziekte hebben, een hoog cholesterol, etc. En het unieke van Lifelines is dat we een hele mooie dwarsdoorsnede hebben van de bevolking in de noordelijke provincies, met allerlei risico's van heel laag tot heel hoog. En dat we dat perfect kunnen correleren met die kalkscore. Dus we kunnen echt kijken wat is nou eigenlijk normaal bij een vrouw van 55... als we dat vergelijken met de verdeling in de hele groep van vrouwen met die leeftijd in Lifelines. Dat geeft ons ook de kans om te kijken, en dat heb ik in dit overzichtje uitgedrukt, als je kijkt naar de kalkscore op de horizontale as en naar het aantal in Lifelines met een bepaalde kalkscore, dan kunnen we bepalen, nou, dat stukje bij die leeftijd, dat is echt verhoogd. En dat geeft ons een indruk van welk deel van de bevolking een echt verhoogd risico heeft. En dat kunnen we correleren aan allerlei andere informatie in Lifelines om te zien of we bijvoorbeeld nieuwe risicofactoren kunnen vinden. Nou, een van de dingen die we onderzocht hebben met informatie die we al hebben verkregen. We hebben afgelopen jaar met vertraging door de COVID-pandemie hebben we alle scans kunnen verrichten. En we zijn nu nog heel druk bezig met alle metingen. Dus ik vind het heel leuk om u de eerste resultaten al te kunnen tonen. Hier ziet u uitgezet op de horizontale lijn de risico op hart- en vaatziekten op basis van risicofactoren. Dus laag, intermediair of hoog. En dit is voor mannen tussen de 45 en 60 jaar. Maar dat hebben we uitgezet tegen de kalkscore. En wat nou heel interessant is, is dat mannen die eigenlijk verdacht worden van een hoog risico op hart- en vaatziekten op basis van risicofactoren, dat daar bijna 27% geen enkele coronairverkalking heeft. Dus een kalkscore van 0. En we weten dat die mensen een zeer laag risico hebben om de komende jaren een hartinfarct te krijgen. Dus dat zegt eigenlijk iets over gezondheid op basis van de CT-scan. Nou, ditzelfde grafiekje voor vrouwen. Daar waren er überhaupt veel meer percentueel die kalkscore van 0 hadden. Dus ook een heel laag risico. Dus dit geeft ons ook een indruk dat als je kalkscore zou willen toepassen in de bevolking, dat dat een belangrijk impact zal hebben als je dat gaat toevoegen aan risicofactoren. En beter kan onderscheiden wie nou echt een hoog of misschien wel laag risico heeft op hart- en vaatziekten. Nou, naast die verkalkingen dus in de kransslagaders kun je op diezelfde CT-scan allerlei vroege tekenen van andere ziektes opsporen. Je kan bijvoorbeeld hele kleine gaatjes, die zwarte gaatjes daar, in het longparenchym opsporen. Dat is longemfyseem. Je kan ook allemaal kleine longoneffenheden vinden. Dat heet ook wel longnodules. En dat kan een vroeg teken zijn van longkanker. En daarvoor hebben we ook speciale software waarmee we dat allemaal kunnen opmeten. Want uiteindelijk willen we dat natuurlijk zo gedetailleerd mogelijk correleren aan al die andere informatie in Lifelines. En heel recent hebben we met nieuwe software op basis van kunstmatige intelligentie, die het mogelijk maakt om dit allemaal automatisch te meten, gaan we ook kijken naar osteoporose en wervelinzakking. U ziet hier ook weer een scanplaatje. Maar in plaats van dat scanplaatje zo is gereconstrueerd, hebben we een plaatje wat eigenlijk voor-achterwaarts is. Dan ziet u dus de wervelkolom aan de achterkant. En daar is één wervel en die is wat ingezakt. Dat is deze. Dat is ook iets wat met toenemen van de leeftijd vaker voorkomt, denken we. En dat gaan we met dit onderzoek ook bekijken.
En we kijken naar de diameter, dus de grootte van de grote lichaamsslagader. En we gaan kijken naar de dikte van de luchtwegen. Een teken van bronchitis. En we gaan kijken naar de grootte van het hart en vet rondom het hart. En al deze parameters die zeggen iets over gezondheid en kans op overlijden. Allemaal op basis van die ene CT-scan. Nou, uiteindelijk is het doel van Lifelines, maar in het bijzonder ook IMALIFE, dat er meer gezonde jaren zullen zijn in de toekomst. En dat we op basis van de informatie die we ook uit IMALIFE halen, beter kunnen zien welke mensen echt een verhoogd risico hebben op ziekte. En dat we dat dan bijvoorbeeld in een bepaald deel van de bevolking ook met een CT gaan opsporen, zodat er gepersonaliseerd ook behandeld kan gaan worden. Dank u voor uw aandacht. Ja, dankjewel Rozemarijn. Een heel mooi voorbeeld van het slaan van meerdere vliegen in één klap. Thank you for your deze moest er ook nog even bij. Deze is speciaal voor u. En omdat Rozemarijn eindigt met die leefstijl, omdat Richard het al over die leefstijl gehad heeft, en omdat ik er zelf veel aan gedaan had, wou ik het stokje nu weer overnemen en u een aantal dingen laten zien die wij geleerd hebben over leefstijl. En die dingen die wij van Lifelines geleerd hebben, die vinden voor mij hun oorsprong in de dilemma's die we tegenkomen in de kliniek. En dan even een zijsprongetje. We hebben het nu over preventie en meer gezonde jaren. En toch hebt u hier als sprekers een drietal ziekenhuisdokters. Wij hebben allemaal niet doorgeleerd voor preventie en toch zijn we ermee bezig. En dat komt omdat we in de kliniek zoveel ellende zien. Die kliniek is het begin van die vragen. Maar vaak kom je er in de kliniek alleen niet uit en heb je zo'n uitstapje naar bijvoorbeeld Lifelines nodig om verder te komen. En als het dan gaat over leefstijl, en dat zal, misschien zitten hier zorgverleners in de zaal die er wat aan doen. Zijn er mensen die professioneel aan leefstijl werken? Ik zie maar één hand. Het zijn nog een paar handen. Nou, dan zult u erkennen dat veranderen van leefstijl verrekte weerbarstig kan zijn. En deze column van Joost Zaat, huisarts, inmiddels gepensioneerd. Joost Zaat had een column in de Volkskrant waar hij schreef over zijn dagelijks werk. En die presenteert hier patiënte Kelly als een als jonge vrouw, heeft al diabetes, is moddervet. En die zegt, ik wil een maagverkleining, want dat afvallen wordt niks. En iedereen bijt zijn tanden erop stuk en iedereen wordt er gek van. Inclusief Kelly, inclusief de dokter, inclusief de diëtist. Dus Joost Zaat heeft gebruikt dit om de overheid op te roepen om eindelijk eens iets te gaan doen aan een gezondere omgeving. Maar het is niet alleen de noodkreet van dokter Zaat. Ik heb zelf meegedaan aan een kennissynthese voeding bij chronische ziekte. Daar zat een veldraadpleging in. Dat betekent dat je professionals vraagt van, wat zijn nou jullie ervaringen met leefstijl? En dat is eigenlijk één grote klaagzang. Ze willen niet, ze kunnen niet, ze houden het niet vol. Effect beklijft niet, dan komt er achteraan, we krijgen niet voldoende vergoeding, we hebben er geen tijd voor en zo. Maar er wordt een hele hoop bij die patiënt gelegd. Daarom staat er, als ik zo'n duiveltje op een dia zet, betekent het, hier zit een lek wat boven water moet. Dat is, dus daarom, hier staat ook een duiveltje. Op zich hebben al deze mensen een punt. Maar het bijzondere was, 3 dagen na die column van Joost Zaat stond er in Medisch Contact een blog van Menno Oosterhof. En Menno Oosterhof is psychiater, dus die heeft verstand van de menselijke geest. En die zegt, Joost, geef nou niet die patiënt de schuld, want dat is wat je in feite doet. Natuurlijk voel jij je onmachtig. En het is een menselijke reactie om als jij je onmachtig voelt, in dit geval om die leeftijd van die patiënt te veranderen, om dan die schuld bij die patiënt te leggen. Want het is zo moeilijk om onder ogen te zien dat het aan jou ligt. Maar pas op, geef die patiënt niet de schuld omdat jij je machteloos voelt. Realiseer je dat. Je bent een professional. De patiënt de schuld geven, dat heeft een naam. Blaming the victim. Het slachtoffer de schuld geven. Dat komt uit literatuur over verkrachting. Had ze maar niet zo'n kort rokje moeten dragen. Had ze daar maar niet moeten zijn, et cetera, et cetera. Blaming the victim. Niet doen.
1, het is niet eerlijk. Maar 2, voor de professionals, als je denkt dat jij weet dat het aan de patiënt ligt, aan het slachtoffer, dan ga je niet verder nadenken. Het blokkeert verder inzicht, omdat je denkt dat je het wel weet. Dus daarom is het, om al deze redenen, is het belangrijk om eerst dus ook bij jezelf te kijken. Uiteindelijk, als professionals, hebben we ervoor doorgeleerd. En uiteindelijk, die Kelly had een punt. Als die zegt het wordt niks, daar heeft ze gelijk in. Want we denken allemaal het wordt niks. De hand in eigen boezem. Hebben we eigenlijk de wijsheid in pacht? Ieder pondje, nou ja, u kunt het afmaken. Hoe groot is de kans dat bij Kelly eigenlijk ondervoeding in het spel is? Is die kans 0? Is dat 1 tot 5? Is het 5 tot 10? Of is het 10 tot 40 procent? Is er iemand die hier iets over durft te zeggen? 10 tot 40, jawel. U gaat door voor de 1000 gulden. Ja, joh. Dat was, die quizzen zijn er al heel erg lang. Nee, dat klopt. Er is een aanzienlijke kans dat ze eigenlijk op een bepaalde manier ondervoed is. Bijvoorbeeld dat ze te weinig eiwit binnenkrijgt. Dat plaatje wat ik niet uit zal leggen is voor de mensen die het nog eens even na willen lezen. Uitgezocht door Ilse Hagendoorn in een diabetespopulatie van, bij collega's van ons in Almelo. Die vond bij 1/3 van de mensen met type 2 diabetes de combinatie van veel te dik, maar toch een lage spiermassa en een lage eiwitinname. Nauwelijks bewegen, dus je zit op de bank, eten niet. Maar de kleine beetjes die ze eten, jawel, zegt u. Mag ik daar aan toevoegen? Ja. Mentale ondervoeding, nou en of. Want dat zijn natuurlijk niet de mensen die happy zijn. Dit hebben wij bij niertransplantatie bekeken. Dat vond ik een beetje te ver voeren voor vandaag. Maar dan zie je dat het ook gepaard gaat met een lage quality of life, veel ellende. Dus als je Dickerts allemaal hetzelfde benadert en denkt ze eten te veel en ze moeten minder eten, dan doe je iets heel erg fout. En juist bij mensen die al wat hebben, gaat het dus om aanzienlijke aantallen. En als ik collega's vraag, nou heb jij een diabetesspreekuur gehad vanochtend, je hebt 17 patiënten gezien, welke van die 7, je moet er dus 5 tot 8 hebben die ondervoed waren. Welke waren dat? Dan heeft niemand er een antwoord op. Dus dit is, hier is een lek wat boven water moet, maar let op, dit gaat over patiënten. En dat hebben we klinische zorg en we zouden het hebben over de bevolking. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een hidden hunger, zo noemen ze dat, verborgen honger, al veel langer geagendeerd. Ze kennen dat uit ontwikkelingslanden. Maar is dit nu in de algemene bevolking ook een probleem? Bij de gemiddelde dikkert in een gemiddelde diëtistenpraktijk. En hier komt Lifelines. Dus je constateert iets bij patiëntengroep. Je denkt, dit zal wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan we denken. We hebben het in Lifelines uitgezocht. Wij vinden die combinatie van overgewicht en te weinig spiermassa, lage eiwitinname, bij 5% van de hele bevolking. Maar dat begint bij 18+. Boven de 60 is het 1 op de 7. Boven de 80 is het de helft. Maar nu komt het, kijk, bij hoogbejaarden, bij 80-plussers, was wel bekend dat verlies van spiermassa en slecht eten een probleem is. Richard heeft het ook genoemd. Maar bij 60'ers, dat 1 op de 7 eigenlijk tekort komt in plaats van te veel eet, dat wisten we niet. En je hebt natuurlijk, er zijn op bevolkingsniveau veel meer mensen middelbaar of jongere ouderen dan hoogbejaarden. Dus 80% van deze mensen zijn jonger dan 70. Dus het is geen probleem alleen voor de geriater, niet iets alleen voor in de ziekenhuizen. Iedereen die zich bezighoudt met overgewicht en obesitas moet hierop alert zijn. Want deze groep heeft ook een hogere sterfte. En als je dan kijkt, waar loopt dat nou mee? Loopt dat mee met het overgewicht of loopt het mee met de lage spiermassa en het lage eiwit? Dan is het die ondervoedingscomponent die de sterfte voorspelt. Dus hidden hunger is ook in de Nederlandse algemene bevolking een probleem. One size fits all bij de bestrijding van overgewicht, niet doen. En ik ga nu even reclame maken voor de 24-uursurine. Dit kwam uit de gegevens van die 24-uursurine. Dus
Enorm bedankt dat u de moeite genomen hebt om die te verzamelen. Spijkerharde gegevens, belangrijke gegevens die voor het hele preventiebeleid en de overgewichtsbestrijding in Nederland van belang zijn. Heel erg bedankt. Goed, maar we hebben er dus nu wel een probleem bij. Namelijk de ondervoeding bij de overvoeding. Dus het is moeilijk, dus ik dacht, nu bent u toe aan wat goed nieuws. Want leefstijl hartstikke moeilijk. Nou, dat ligt er maar net aan hoe je het aanpakt. Wij hebben opmerkelijke successen geboekt in moeilijke patiëntengroepen die eigenlijk heel erg lijken op die Kelly. Mensen met suikerziekte, veel te dik, in de tweede lijn bij de internist, dus de huisarts heeft een tanden er al op stuk gebeten. Dit waren patiënten van collega's van ons in Almelo. Achter in de 60, gemiddeld meer dan 100 kilo, laag opgeleid. Denk aan uitgesaneerde textielarbeiders. En dit was de regio Almelo. Iedereen versleet ons voor gek dat we daar een leefstijlinterventie gingen doen. Die zei, ah, dat lukt je nooit. Toen vielen die woorden die Menno Oosterhoff gebruikt, dikke domme diabetes. Die mensen een leefstijlinterventie, lukt je nooit. We zijn het gaan doen en die mensen deden het supergoed. Bloeddruk prachtig omlaag, nierschade prachtig omlaag, zoutkeurig omlaag. En de succesfactor hier was dat die interventie werd ontworpen samen met de mensen. Het was een project van Zonne Wee. Dan is het verplicht om het ontwerp van je studie samen met die mensen te doen. Dat heet co-creatie. De mensen hadden hartstikke goede tips over hoe je het aan moest pakken. Wij hadden allerlei ideeën, die waren ook heel goed. Maar de puntjes op die en waardoor het succesvol werd, dat kwam door de patiënten. Dus de belangrijkste les hiervan is, een goed gelukte leefstijlinterventie is het een voorwaarde om eerst te luisteren. Niet denken dat je het wel weet, eerst naar de mensen luisteren. En dan lukt het wel. En als je dat argument omdraait en even de hand in eigen boezem steekt, dan zeg je, als je het goed aanpakt, lukt het dus wel. Dus je moet het goed aanpakken. Eerst naar de mensen luisteren. Gewapend met deze kennis gaan we naar een nog weerbarstiger probleem. De sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik heb u al het plaatje laten zien dat sociaal-economische factoren enorm belangrijk zijn voor de gezondheid. Ik weet dat ze bijdragen aan frailty. Ik weet dat ze bijdragen aan nierziekte, mijn vak. Het draagt bij aan alles. Een 7 jaar kortere levensverwachting in de onderste lagen van de samenleving. Maar wat nog veel erger is, een 23 jaar kortere gezonde levensverwachting. Het aantal jaren in goede gezondheid. Dus dat is concreet sukkelen vanaf begin 50 of begin 70. En begin 50, daar moet je nog 17 jaar tot je pensioen anno nu. Dus veel narigheid voor de mensen, veel hoge kosten voor de samenleving. En het grootste schandaal van alles is dat die gezonde levensverwachting aan het dalen is voor de mensen in de laagste inkomensgroepen. Daarom heb ik deze getallen midden op de dia gezet. Tussen 2014 en 2020 is voor de mensen met de laagste inkomens de gezonde levensverwachting met 2 jaar gedaald. Gewoon binnen 10 jaar, 2 jaar eraf. Hoe kan dat? Misschien dat er een stukje COVID bij zit. En voor de middeninkomens en de hogere inkomens stijgt die gewoon nog steeds een beetje door, zoals die dan al jaren doet. Dus hier is echt iets aan de hand. En hier doen we echt iets fout. En hoe doen we het? En wat zijn de overtuigingen op dit moment? Lage sociaal-economische status, ongezonde leefstijl, daardoor word je ziek. Slechte bereiken, slechte motiveren of overtuigen. Met andere woorden, het zijn een soort Kelly's. Eigen schuld, dikke bult. Dan had je maar beter moeten luisteren, beter bereikbaar moeten zijn. Ik heb er een duiveltje bij gezet. Ik zou er wel 10 bij willen zetten. Want dit denken we al 30 jaar en we boeren alleen maar achteruit. Dus ik denk, zou het kunnen zijn dat wij zelf iets fout doen? Misschien doen we het goed, maar doen we te weinig. Maar zeker als wetenschapper denk ik dat het heel belangrijk is dat je in de spiegel kijkt en denkt, misschien doen wij wel iets fout. Lifelines helpt ons om in de spiegel te kijken. En misschien is dit wel het belangrijkste plaatje wat ik u allemaal wil laten zien. Dit is onderzoek. Dat is gedaan door Petra Vinken.
En die heeft, zij is epidemioloog en voedingsdeskundige, werkt nog steeds bij Lifelines. En zij onderzocht de relatie tussen hoe gezond je eet en de kans op diabetes. En hoe hoog die balkjes zijn, is de kans op diabetes. Voor laag opgeleid, voor hoog opgeleid. En, hoe gezond je eet, daar heeft ze een meetsysteem voor ontworpen. Hoe goed past het bij de richtlijnen goede voeding? En dan de mensen die het wat dat betreft het slechtste doen, die hebben we geclassificeerd als ongezond. En de mensen die zich het beste houden aan de richtlijnen goede voeding, dat hebben we genoemd gezonde voeding. En wat je dan ziet, laag opgeleid, een veel hoger risico op diabetes dan hoog opgeleid, ziet u daar. En dan ziet u, als je wat gezonder gaat eten, dat je diabetesrisico daalt. Maar ook dat dat de lager opgeleiden, dat die veel minder baat hebben van die gezonde voeding dan de hoger opgeleiden. Toen ik dit plaatje zag, sloeg het bij mij in als een bom. Ik denk, hoe kan dat? Werkt die gezonde voeding dan niet? Ja, als je een beetje verder nadenkt, dan weet je dat diabetes multifactorieel is. We zagen ook het plaatje over leefstijl en sterfte bij de mensen met frailty. En dan zie je dat het daar ook niet zoveel doet. Dus je zou daarover kunnen zeggen, als er heel veel anders aan de hand is, ja, dat krijg je niet weg met een beetje gezonde leefstijl. Dan moet er veel meer gebeuren. Zo probeer ik dit te verklaren. Maar de bottom line is, hier moeten we veel beter induiken. Anders blijven we verkeerde dingen doen. En als ja. Hoe moet je dat, die figuur nou interpreteren? Want je zou zeggen, relatief is de voeding van de hoger opgeleiden minder gezond dan. Nee, oh, dan heb ik het niet goed uitgelegd. Kijk, gezond versus ongezond. Ongezond zijn die lichtblauwe balkjes. En gezond zijn de donkerblauwe balkjes. Dus dit is binnen de hoger opgeleide de kans op diabetes als ze ongezond eten. En dit is de kans op diabetes als ze gezond eten. Dus wat u ziet, als ik het even heel erg plat slaat, is als lager opgeleide spek en span volgens de richtlijnen goede voeding eten, dat hun diabetesrisico nog altijd hoger is als van hoger opgeleide die alleen maar roze koeken eten. Dus. Dus de. Ja. En dit is dus een belangrijke blinde vlek in die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wij denken dat die lager opgeleide een soort domme variant van de hoge, of arme variant van de hoger opgeleide zijn, maar er zijn echt andere dingen aan de hand. En als je steeds maar blijft drammen op alleen maar die gezonde voeding, ja, dat kost heel veel energie, kost ook heel veel geld en het gaat niet werken. Dus je zult beter stil moeten staan bij wat je nou eigenlijk prioriteert. En in ieder geval geeft de mensen niet de schuld. Ja, we maken vanavond natuurlijk een beetje reclame voor Lifelines. Maar dat Lifelines zo groot is en zulke rijke gegevens heeft, maakt het mogelijk om dit lek boven water te krijgen. Of normaliter, als je studie wat kleiner is, dan zul je dit nooit vinden. Want dan zijn er zo weinig lager opgeleide die wel gezond eten, want dat zijn natuurlijk toch de uitzonderingen, dat je daar nooit betrouwbare resultaten over krijgt. Maar we hebben in Lifelines zoveel mensen die vragenlijsten hebben ingevuld, dat het hier wel betrouwbaar is. Dus de preventiewereld moet hier iets mee. Hoe zit dat met roken? Oh, dat is een hele algemene vraag. De 1, roken is slecht en drank is ook slecht. Dat is de bottom line. Ja. Maar als uw vraag gericht is op de sociaal-economische gezondheidsverschillen, lager opgeleide roken meer. En alcoholgebruik is het enige waar hoger opgeleide echt gemiddeld een stuk ongezonder leven als lager opgeleide. Vermoedelijk omdat drank gewoon ook geld kost. Goed flesje wijn is niet gratis. Is dat antwoord op uw vraag? Ja. Als je wel goed eet en dan ook wel rookt, dan denk ik dat toch ook
Ja, nee, klopt. Dit moeten we nog veel beter uitzoeken. Ik denk, kijk, wat ik ook zei, gewoon diabetes is multifactoriële ziekte. Zaken als stress of hoe je moeder zich heeft gedragen tijdens je zwangerschap. Gewoon dat zijn ook dingen die allemaal meespelen in diabetesrisico. Ik denk zelf dat die stressfactor veel beter moet worden uitgezocht. Dat is, als ik zoiets zeg in de voedingswereld, dan kijken ze me aan alsof ik Chinees praat. Maar het betekent dat het moleculaire effect van die moleculen in die gezonde voeding, dat dus afhankelijk is van de context. Nou, dat weten we bij geneesmiddelen al heel lang. Dat sommige geneesmiddelen niet werken als je te veel zout eet. Dat sommige mensen, dat insuline slechter werkt als je te dik bent. Bijvoorbeeld dat soort zaken. Dus dat een bepaald bewezen werkzaam molecuul toch niet altijd zijn werk doet, kennen we uit de geneesmiddelen, uit de farmacologie. In de voedingsleer is dat een hele nieuwe gedachte. Dus ik denk ook dat dat een van de betekenissen van zo'n soort resultaten is, dat het ook voedingswetenschappers moet stimuleren om breder te kijken. Omdat je anders de verkeerde dingen blijft doen. Nou, dat het een belangrijk plaatje was, blijkt uit de reacties wel. Om het dan af te sluiten, als je één blinde vlek hebt en je hebt die gegevens van Lifelines toch, dan krijg je de smaak te pakken. En omdat preventie het toch niet zo heel gemakkelijk gaat, omdat iedereen eigenlijk alleen maar klaagt dat dat eraan ligt dat ze te weinig geld krijgen, denk ik nou, misschien toch nog eens even op zoek naar een paar blinde vlekken. En nu komt dat prachtige gegeven dat Lifelines gespreid is over de drie noordelijke provincies. Daar wou ik u nu van laten zien wat je daarvan kunt leren. En hoe verrassend de inzichten kunnen zijn die je daaraan ontleent. U ziet hier een kaartje van Noord-Nederland, dat herkent u allemaal wel, denk ik. En u ziet daar rode en blauwe vlekken. En daarboven staat overgewicht. En dan betekent rood, betekent bovengemiddeld. En blauw betekent ondergemiddeld. En dan ziet u dat aan de oostgrens, de Groningse en Drentse veenkoloniën, dat het daar met het overgewicht niet al te best gesteld is. Heel veel overgewicht. Er was ook een vragenlijst over lichamelijk functioneren. Kunt u de trap op? Kunt u uw eigen boodschappen doen? Kunt u de trap op met twee boodschappentassen? En dan ziet u hier een blauwe band die ongeveer samenvalt met die overgewichtsband. En dan denk je, nou, dat is kat in bakkie. Die mensen zijn daar veel te dik en ze kunnen ook de trap niet op, dus ze hebben daar last van. Daar wordt ook veel preventie op gepleegd. De veenkoloniën gelden als een probleemregio. Er is veel armoede. Dat is ja, een duidelijk plaatje. Alleen die preventieprojecten, dat gaat uiterst moeizaam. Maar in Lifelines worden ook meer vragen gesteld. En als je de vraag van hoe is het met uw gezondheid, als je die uitplot, dan blijkt er in de veenkoloniën eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Dus dan, ja. Dus dit was zo'n eye-opener. Plot het zo eens uit. Dus nu ontstaat eigenlijk een heel ander plaatje. Dat is preventie vanuit een puur medisch model. Dat sluit helemaal niet aan bij de behoeften. En wij weten, en dat weten we spijkerhard uit experimentele psychologie, dat aansluiten bij waarden, wensen en verwachtingen van de mensen zelf is een cruciale randvoorwaarde voor elke interventie en vooral voor leefstijlinterventies. Als je iets komt met iets wat voor mensen totaal niet leeft, ja, dan kun je het schudden. Op zijn allerbest zijn ze aardig tegen je, zeggen ze ja, ja. En zo gauw als je weg bent, zeggen ze, nou, die heeft er niet zoveel van begrepen. En dat is als ze aardig zijn. Dus wat leer je hiervan? Dat eenrichtingsverkeer een enorme bron van verspilling is. En ik heb u gezegd, we gaan een paar lekken boven tafel halen. Het ligt er niet aan dat die oudjes te duur zijn. Het ligt ook aan de systeemverspilling. En een eenrichtingsmodel is een enorme bron van verspilling. En wat u hier ziet, is dat door het zo uit te plotten, daardoor al die vragen die je hebt binnen Lifelines, dat je een manier hebt om op bevolkingsniveau iets te doen aan dat eenrichtingsverkeer. Natuurlijk is dat niet alles wat je moet doen, maar het helpt je om de problemen te signaleren. Ja,
Dit geeft een ander beeld. Het is een andere vragenlijst. Het is een analyse de voedingsvragenlijsten. En dan ziet u hier de liefhebbers van groente, vis en peulvruchten. De goede dingen uit de richtlijnen goede voeding. En dan zie je de mensen die wel eens een groentesmoothie eten, drinken. Dat is stedelijk gedragspatroon. En dat er in die veenkoloniën nog steeds geen bruine bonen worden gegeten. En wat u hier ook aan ziet, dat is interessant, want dit valt niet samen met wat u eerder gezien hebt, die overgewichtse, want dat zit ook in de Groningse veenkolonie, dat valt hier wel mee. Die mensen die niets moeten hebben van groenten, vis en peulvruchten, dat zijn echt de oude turfgebieden. En nou moet men, want hij is, ja, waar is die? Ja, hier. Kijk, dit is oud veenkoloniaal gebied. Hier ga je naar het zand, hier kom je op het zand. Maar dit is bij Coevorden, dat is weer oud veengebied. En hier ben ik zelf opgegroeid. Dat was ook heel arm, dat was de heide. En mijn vader zei over groenten, ik ben geen konijn. Ik heb het later vaak door patiënten horen zeggen, altijd oudere mannen. Maar wat je hier ziet, dat is toch wel heel bijzonder. Want je ziet hier dus de eetgewoontes van mensen, want dat zijn eetgewoontes. Je wil hier ook geen stempel op plakken. Dat die eetgewoontes zijn geworteld in de geschiedenis van het gebied. Dat is zo van veen, zand, veen. Dat is toch verbluffend. De armoede in de turf is 100 jaar geleden. En je vindt het nog terug in de eetgewoonten, de voorkeuren van de mensen. Ja, ik zie iemand begint op haar horloge te kijken. Net nu het leuk wordt. Ja. Er zitten nog meer vragen in Lifelines. En deze plaatjes zien er anders uit, omdat dit niet doorgerekend is. Maar wat ik altijd heel mooi vind om ernaast te zetten, dit is het antwoord op de vraag van, bent u de afgelopen week vooral ergens trots op geweest? U hebt hem ook ingevuld. En hoe paarser het is, hoe meer mensen trots waren. En hoe geler het is, hoe minder. En wat je dan ziet, in wat je heel oneerbiedig het afvalputje van de gezondheid zou noemen, in dat gebied, rond Klazinaveen, is de trots helemaal toppie. Maar dan snap je natuurlijk ook dat je daar niet heen moet gaan om die mensen te vertellen dat ze gezond moeten gaan leven. Ik bedoel, dat is, als je denkt dat je een poot in de grond krijgt, heb je een gaatje in je hoofd. En je zou kunnen zeggen, dit kan stijfkoppigheid zijn, maar het kan ook een teken van kracht zijn. En wat heel bijzonder is, en ik denk dat het daarom is het ook zo mooi dat Lifelines in deze regio zit, in die regio zijn nu in het volle besef dat het gewoon met top-down beleid niet lukt om de sociaal-economische gezondheidsverschillen, om daar grip op te krijgen, zijn bottom-up projecten gefinancierd met een zak geld in het kader van een programma dat heet Kansen voor de Veenkoloniën. Alleen voor projecten van de mensen zelf. Nou, dat duurde een poosje voor men eraan gewend was dat je daar geld voor kon krijgen. Dus het was ook van spannend, wat gaan die mensen daar doen? En vervolgens, als ze dan projecten gaan doen en dingen oppakken, werkt dat dan wel? Nou, dat loopt nou een jaar of acht en dan zie je wat er gebeurt. Dat is eigenlijk allemaal in het sociale domein. Het gaat over leefbaarheid, behoeften van de bewoners, eigen kringloopwinkel, inloophuis, samen koken, eten, kickboksen voor de jongens. Er zijn bokshandschoenen gefinancierd en kookpannen voor de meisjes, burenhulp, busje laten rijden. Allemaal hele nederige projecten. Heel simpel, allemaal low budget. En wat gebeurt daar? Zorgkosten dalen. Ziektekostenverzekeraar, WMO, langdurige zorg. Het is kleinschalig, maar het werkt. Dus die bottom-up kant, waarvan we altijd dachten, nou ja, maar die mensen zijn immers niet deskundig en daar heb je toch professionals voor nodig. Die bottom-up kant hebben we heel erg verwaarloosd. Daar ligt ook een oplossing. En eigenlijk, je kan hier zeggen, misschien ligt hier dan het alternatief voor dat eenrichtingsmodel wat zo'n verspilling in zich draagt. Stem van de doelgroep als uitgangspunt. En dit lijkt natuurlijk heel erg op wat wij met die patiënten deden. Die patiënten waar iedereen van dacht, die kunnen het niet. Als je het eerst aan de mensen vraagt, dan lukt het ineens wel. Dit is ook het eerst aan de mensen vragen. En als ik er nu al bij vertel dat er inmiddels in Nederland 2000
van die burgerzorgcoöperaties zijn, dat die zich aan het verenigen zijn, word ik ineens wat optimistischer over die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Als je de mensen maar meeneemt en als je ze maar serieus neemt. Het is dus in die gebieden beter en goedkoper als je de mensen zelf ook ruimte geeft om initiatieven te ondernemen. En dat lijkt dus niet alleen op wat wij met die patiënten in Almelo deden, maar ook op allerlei initiatieven in de huisartsenzorg. Als je gaat werken volgens positieve gezondheid, waarbij het ook eerst aan de mensen vraagt, 25% daling in de doorverwijzingen. Als je in de tweede en de derde lijn de ziekenhuizen gaat werken met shared decision making, idem dito. En de bottom line is hier, beter aansluiten bij de behoeften, maakt de zorg beter en goedkoper. Dit laat ook zien waarom het zo mooi is dat Lifelines in deze regio zit. En dat je dus ook door het uitplotten over die regio van die vragen, die behoeften, in ieder geval op helikopterview in kaart kunt brengen. Natuurlijk moet je het ook aan de mensen vragen. Maar je kunt maar het beginnen met dus naar het gebied te kijken, helpt ook heel erg. Wat is, even samenvattend, de kracht van Lifelines? Nou, dat hebt u uitgebreid kunnen horen vanavond. Maar die breedte, de schaalgrootte en de gedegen follow-up die we aan u te danken hebben, maakt grensverleggend onderzoek mogelijk. En dat wordt niet beperkt door de gebaande paden, nu en in de toekomst. Die regionale spreiding, bovendien, in combinatie met die prachtige gegevensrijkdom, maakt ook hele nieuwe invalshoeken mogelijk. Met directe relevantie voor preventiebeleid en volksgezondheid. Ik heb u laten zien dat de kruisbestuiving met de klinische zorg een enorme en unieke kennisversneller is. En tenslotte, die ziekteoverstijgende aanpak, daar hebt u vanavond een aantal voorbeelden van gezien, dat is baanbrekend. En het is een onmisbare kennispijler voor een houdbare zorg, nu en in de toekomst. Ik hoop dus dat u allemaal weer meedoet aan die volgende ronde. En dat u dan ook weer die 24 uur urine gaat verzamelen. Maar ik wou nog wel eindigen met het geheim van Churchill. Want zoals Rozen, eigenlijk willen we dat geheim van Churchill ontrafelen. Zodat we allemaal 91 worden. En hij had wel een hoop ongezonde gewoontes, maar hij had ook een hele gezonde gewoonte. Hij had een hele gezonde hobby. Churchill schilderde en hij schilderde ook behoorlijk goed. Zoek die foto's van hem maar op. Altijd zo'n dikke sigaar in zijn hoofd als hij aan het schilderen is. En als u een liefhebber bent van medisch-wetenschappelijke literatuur, schilderen bij ouderen vermindert lichamelijke klachten, verbetert het geestelijk welzijn, dus hartstikke gezond. Dus ik ben voor de zekerheid op schilderles gegaan. En deze heb ik dus geschilderd, maar hij is nageschilderd, nagetekend eigenlijk met waskrijt. Hij is van Van Gogh. Het is ook altijd heel goed om iets van goede schilders na te tekenen. Het is altijd beter dan wat je zelf kunt bedenken. Dus maar het is een prachtig beeld, die zaaier, het zaaien voor de volgende generaties. En dat u daaraan meewerkt, geweldig. Hartelijk bedankt. We zijn een heel klein beetje uitgelopen. Ik zie al wat vertreksignalen, geeft niks. U moet wellicht naar huis. Ik vond het wel waard om een kwartiertje langer voor te blijven zitten. Ik hoop u ook. Ik zie heel veel. Ik denk dat we een ontzettend mooi overzicht gekregen hebben van waarom Lifelines zo belangrijk is. Een hele mooie voorbeeld, een Richard over de samenhang tussen mentaal en fysieke gezondheid. Vroeg herkenning, wat Rozemarijn toelichtte. En ik zal niet zoveel rozenkoek meer eten. Dat is wel een guilty pleasure, maar daar stoppen we dan mee. Maar wel heel mooi, ook aan het eind, dat verhaal ook over de veenkolonie, hoe genuanceerd het ligt. Mensen met alleen maar overgewicht zijn niet ongezonder of ongelukkiger. Daar zit heel veel nuance in. En juist dat kunnen we doen dat nu allemaal mee aan Lifelines. Dus fantastisch. Er is gelegenheid, denk ik, nog even voor een paar vragen als iemand dat zou willen. Ja, nee, prima. Dat mag van de organisatie. Lex heeft de microfoon. Als u wilt, steek uw hand op. Dan komt u even naar u toe.
Nee, allemaal aan de roze koek in de borrel. Ja. Helemaal goed. Ik dank u ontzettend hartelijk voor uw aandacht. Richard, Rosemarijn, Gerjan, ontzettend bedankt. En ik zie u graag weer terug.